Wij gaan vandaag kaasvlinders maken. Een kaaskoekje is het. Het is best wel een lastig werk, maar het is heel leuk. Ik ga de kaascrème maken die ertussen gaat. En jij gaat het deeg, of het deeg uitrollen. Juist. Dat ga ik nu doen. Gewoon bladerdeeg. Zes plakjes van Koopmans. Natuurlijk roomboter. Of 300 gram zelfgezet bladerdeeg. Dat kan ook, hè? Kan ook. Ik zat die plakjes vroeger altijd te overlappen. Dat was een enorm gedoe. Maar ik stapel ze nu op. Gewoon plakjes op elkaar leggen. Ik ga 30 bij 40 centimeter uitrollen. Oké. En dan ga ik de botercrème maken met de kaas. Dus ik gebruik 40 gram roomboter, hè? En hoeveel kaas? 100. 100 gram geraspte kaas. Gewoon goudse... belegen kaas, ja. Dat weet je beter dan ik. Het moet een smeerbare massa zijn, dus gebruik als het nodig is de föhn. Ja. Kan er alvast die kruiden doorheen? Ik zou hem nog een beetje luchtiger doen, want dit kan je nooit uitstrijken. Dus een beetje de föhn. Kijk of het warm is, hè? Want ik koop... Ja, hij is warm, ja. Ja. Dit is beter als dat je hem op het gas zet, op de kookplaat of in de magnetron. Want dan ben je ineens te ver. Ja, ja. En hier sta je bij en je doet het nu een beetje en straks misschien nog een keer. Dat is veiliger. Als jij dit luchtiger en op smaak gebracht hebt, nog even een beetje luchtiger. Dit is 30 en dit wordt 40, nog een klein beetje. En dan is het gewoon op. 6 plakjes, 300 gram. Komt precies uit. Precies. Gaat die nou niet schiften? Nee, dat kan niet. Boter en kaas gaat nooit schiften. Maar je moet hem toch echt nog een beetje opwarmen, want dit kan je nog niet uitstrijken, hoor. Ik mag me er niet mee bemoeien, maar... Ja, nog heel even hoor. Veulen nog meer? Nee, kloppen. Ja, goed hoor. Ga hem op smaak brengen. Laat mij dit maar doen. Oké, nou, peper erbij. Er zit nog een heel klein beetje in. Maar er hoeft ook maar een klein beetje bij. Met peper hoef je niet zo voorzichtig te zijn. Zoiets? Ja, dat is goed. Witte peper, hè? Saus. Omdat kaas van zichzelf een beetje pittig is. En hij gaat nog eens in de oven. Curry. Ja, kom maar. Zoiets? Ja. Jij gaat het doorspatelen en proeven. Je moet het nou niet meer aan mij vragen. Zo. Nou, proef maar. Zeg het maar. Kijk, dat kan altijd natuurlijk. Er gaat altijd flink wat curry in en dat is niet zo sterk, hè? Ja, zo. Nou, hij is op smaak, de crème. Ik gooi het op het deeg en jij smeert het uit. Ik ga het even uitsmeren, ja. Nou zul je zien, we moeten uitkomen. Wat is nu heel belangrijk, Stella? Dat we dit en dit hoeft... Eigenlijk niet, want we vouwen hem om. Hè? Als ze krijgen de kern zit het dan dubbel. Dit is wel belangrijk. Ik heb er een sport van gemaakt om hem zo vierkant mogelijk uit te rollen. Dat vind ik leuk. Het eerste kaaskoekje zal dan wel niet zo mooi zijn, maar dat eet ik natuurlijk gelijk op dan. Mocht dit nou thuis niet lukken, dan snij je hem en dat bewaren we weer in een plastic zakje en dan maken we een keer krakelingen van of fonceren een pannetje. Snap je? Nooit wat weggooien. Nee. Dit is belangrijk, dat de koppen, dat hier net zoveel zit als in het midden. Dit is echt lastig, want mensen zijn geneigd om hier veel meer te doen als aan de rand. Dit is niet makkelijk. Maar ik heb het gevoel dat er nu overal evenveel zit. Heb je de kaascrème geproefd? Hij is lekker, hè? Ja, hij is lekker, ja. Goed zo. We hebben ook gekozen 40 gram boter en 100 gram kaas, 1 op 2,5.
Vroeger deden we 1 op 2, maar dan liep die boter die liep eruit. We gaan hem nu samen toevouwen. We moeten uitzien te komen. In het midden. Ja. We gokken even. Zo. Ja, dat is een beetje lastig. We moeten hier bepalen dat we hier uitkomen. Nu hier. Zo. Nog een keer. Komt die uit? Ja, kijk, en dan kunnen we een beetje smokkelen. Dan halen we hem een beetje. Zo, zie je? Nou, precies. Toch? Ja. Maar nu? Wat zou je nu doen? Nou moet hij. Ja, maar nu gaat hij dicht. Hij strijken natuurlijk. Anders dan vallen die koekjes uit elkaar. Op 1 kant. Dit zijn toch al gauw 50, 60 hele mooie kaaskoekjes. Want we snijden ze straks heel dun. Nou, omslaan. Ja. Dit is een kaasvlinder. We hebben wel eens kaasstrikken gemaakt. Maar dit heet vlinders. Dat zie je pas als hij uit de oven ja. is. Even met een mesje. Dit wordt gekoeld, zodat we mooi scherp kunnen snijden. Ja. Goed? Ja. Oké. Okay. Ik haal nu de kaasvlinders uit de koelkast. Heb je in de koelkast gezet? Ja, want je moet ze mooi scherp kunnen snijden. Ik heb even een beetje gesmokkeld met de diepvries. Dat moet je thuis niet doen. Dan moet je ze gewoon maken en 2 uur in de koelkast laten liggen en dan ja. snijden. Mm-hmm. Hè? Maar omdat wij door willen gaan, heb ik het even in de diepvries en ook in de koelkast een beetje heen en weer. Kijk, ik snij hele dunne plakjes. Kijk, het ziet er nu gek uit, maar dit worden dus een soort ja, van vlinders. Ze worden breed, hè? Zie je, Stella, dat ik ze heel dun snij. Dit is zo'n koekje wat heel kostbaar is. Maar daar gaan we weer. Die 6 plakjes Koopmans, dat is nog geen euro. Dan hebben we 40 gram boter. Kan ik even niet uitrekenen. En 100 gram gemalen kaas ook niet. Ik heb nu 1 stukje gesneden. Op hoeveel zitten we? Ik vind het wel aardig dat je voor, ik denk 2 euro, 2,5 vooruit dan maar, heb je, hoeveel zijn het er? Bij elkaar 60 koekjes voor 2 euro. Maar omdat het arbeidsintensief is, zijn die dingen heel kostbaar. Maar ja, het kost veel werk. Wij hebben de tijd. Je mag ze in de oven zetten. Ik moet het even nakijken. Kaasvlinders, 20 minuten op 170. Oké, 20 minuten op 170 graden. Ze hebben er nu 20 minuten in gezeten. Ze zijn helemaal goed. Je ruikt die currypoeder heel erg. Mooi, hè? Maar ze zijn super mooi. Nu lijkt het wel op een vlinder. Deze is lelijk en die eet ik gelijk op. Het is wel. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.